Als je dit leest, dan zie je dat Bilderdijk er niet voor terugdeinst om allerlei poep- en piesgrapjes te maken waar zijn zoontje waarschijnlijk heel hard om zal hebben gelachen. Bilderdijk was niet alleen een dichter, maar ook een heel verdienstelijk tekenaar en schilder. En in de collecties van de Universitaire Bibliotheek in Leiden zijn allerlei tekeningen en schilderingen van hem bewaard gebleven. En wat heel bijzonder is, is dit manuscript, handgetekend door Bilderdijk zelf, voor zijn zoontje, het zoontje Julius Willem. En er zitten allerlei pesterijtjes in om hem een beetje op te voeden. En tegelijkertijd laat het heel veel zien van de aardige kant van Bilderdijk, dat het een hele leuke vader kon zijn. Nou, het is een bijzonder manuscript, omdat het een beetje ingaat eigenlijk tegen de manier waarop over kinderen en tegen kinderen gesproken werd. Je zou het een soort stripverhaal kunnen noemen. Het zijn losse scènes waarin hij telkens iets uit de alledaagse werkelijkheid laat zien. En ja, dit is bijvoorbeeld heel bijzonder. Een scène, een hele bladzijde waarop het jongetje Hanepoot aan het spelen is met een geit. En die geit heet Siegenbok. Nu weten we dat er in Leiden, in die tijd dat Bilderdijk hier leefde, een hoogleraar was, Matthijs Siegenbeek, met wie Bilderdijk een bijzonder moeizame verhouding had. Bilderdijk had natuurlijk eigenlijk zelf hoogleraar willen worden, dat lukte niet. En die Siegenbeek die was de ontwerper van het Nederlandse spellingssysteem. En Bilderdijk was het daar helemaal niet mee eens en heeft dat fel bestreden. En iets van die strijd zie je dus ook terug in dit stripverhaal. Siegenbok geeft Hanepoot met zijn horen stoot op stoot. Maar die Siegenbok die krijgt uiteindelijk ook klappen, want we lezen dan: Hanepoot geeft Siegenbok in vergelding met de stok. Er zijn aandoenlijke briefjes bewaard gebleven van vader aan zoon en zoon aan vader. Maar het is heel tragisch met die jongen afgelopen, want hij is uiteindelijk als matroos naar de oost gevaren om naar Indië te gaan en hij is niet meer teruggekomen. Hij is in 1818 op 19-jarige leeftijd overleden. En dat is echt het grote drama van het leven van Bilderdijk en zijn vrouw. Daar was hij helemaal kapot van.